Yo kijkers van Online Games en welkom bij een gloednieuwe informatie op video. Goed jongens, het is zoveel dingen veranderd. Ik moet jullie een paar dingen echt belangrijk bespreken. Dit is ook de ene laatste informatievideo van dit jaar. Ik heb zoveel dingen nog met jullie bespreken. Zo, ik heb nu bijna een gloednieuwe opname schema moeten maken, want ik heb een andere Windows erop. Om mijn PC, dus ik moest helemaal opnieuw beginnen. Er is zoveel veranderd. Er zijn twee nieuwe series komen en twee zijn er dus weggegaan. Jongens, het ziet er zo ongelooflijk vet uit. We gaan van 13 video's per week gaan wij terug naar de 15 video's per week. Dat is natuurlijk heel vet. Cool, chill. 4 series gaan we laten draaien. Een paar weken, dus dat is mooi. We gaan hier beginnen met maandag. Ja, mensen, het is eindelijk zover. We gaan het volledig opnieuw doen. Namelijk, zoals jullie zien, GTA 5. Ja, mensen, we gaan GTA 5 opnieuw doen. We gaan hem vanaf vorig jaar beginnen op de Xbox One. Dat gaan we natuurlijk hebben op de Xbox 360 natuurlijk gedaan. Maar er zijn natuurlijk nieuwe abonnees erbij gekomen. En daarom wil ik GTA 5 het opnieuw doen, zoals je ziet, om 16:30 op maandag, dinsdag, komt dan om 3 minuten over 3, nee dat niet, dat moet er 0. Oh, nu staat er nog, oh. Zo, om 15:30, 15:30, komt die op een woensdag, 15:30, dus komt die 1 uur normaal zeg 16:30. 17:30, 18:30, 18:30, maar weet je wat, ik ben woensdag, heb ik eigenlijk de hele middag bijna vrij. Dan denk ik, weet je wat, waarom doe je dan niet woensdag ook een video opnemen om 15:30? Waarom niet? Ja? Dan zou je die tijd gewoon een nieuwe video, en dan zie je dat er gewoon 4 games komen, dus alle 4 de games die komen dan op de woensdag. En dan komt dat. En dan gaan we natuurlijk door met de volgende serie om 17:30. Ja, mensen, dat is weer eindelijk voor het tweede seizoen van Minecraft Survival komt erop. Ja, mensen, Minecraft Survival seizoen 2. Seizoen 1 hebben we meer dan 160 afleveringen gemaakt. En daardoor moest ik er helaas een eind aan. Maar ik zei dat er veel mensen dat sommigen vonden het best wel. Jammer, sommige vonden juist dat vet. Maar ja, Erik, ik vond het best wel jammer dat we een einde eraan hebben gemaakt. Maar ja, helaas, Minecraft Survive, het nieuwe seizoen, het tweede seizoen, gaan we van een gloednieuw seizoen gaan we maken met heel veel mooie, prachtige dingen die we weer gaan bouwen met z'n allen. Die komt natuurlijk op 37 maandag. En op dinsdag komt hij, en op woensdag komt hij om 16:30. Heb dus een uur komt dat GTA, omdat om 15:30 GTA 5 komt. Dus dan weet je wat, om 16:30 Minecraft Survival. En op donderdag en op vrijdag komt hij om 18:30. Ja? Dan komt hij online. En dan, natuurlijk gaan we nog gewoon twee series die we nog hebben laten draaien. Dat is natuurlijk Prison Architect en Forza Motorsport. Prison Architect die komt maandag, woensdag en op donderdag. Zoals jullie zien, gaat er weer eentje minder. Ik ga in plaats van 4 games per week, ga ik er nu 3 van maken. Dat is denk ik wel want anders komt niet te groot uit. Want zoals je ziet, GTA 5 en Minecraft Survival, ze zijn allebei 5 keer per week online. Van maandag tot en met vrijdag zijn ze er gewoon aan. Daarom weet je wat? Een nieuwe prison als je zeg maar een dagje minder. Dus dat is heel fijn. Dat is bij prison als je zeg. Dus er komt er, vrijdag komt er geen online. Woensdag komt er eentje online. En op dinsdag. Ik bedoel op maandag. Dus dinsdag aan. Ja, vrijdag komt er geen. Maar wel weer op woensdag. Oh, je wacht op woensdag blijven. Die vrijdag wordt verschoven naar de donderdag. Klopt, ja.
Ja, Forza Motorsport 6, natuurlijk ook mee bezig. Maar we gaan het in plaats van 3 keer in de week, komt die 2 keer in de week, ja. Op dinsdag en woensdag komt die om 18:30. Tijdje, dat is niet anders, dat blijft gewoon zo hoe het is. Ja, Prison Hashtag, die komt 1 keer om 7:30. Vrij laat, want anders haal ik dat niet. Kijk, als ik die dan ook weer weg heb, dan heb ik dat 2 keer in de week en die 2 keer. En Prison Hashtag is toch wel een hele toffe game. En dan wil ik die toch wel 3 keer in de week laten draaien. Forza Motorsport 6. Dat is best wel een game, maar niet vanzelf van, zo'n hele toffe game. Dus we doen het gewoon op 2 keer in de week, op dinsdag en op woensdag. Ja, de rest. Dit was dus onze opnameschema eigenlijk. Is het voor jullie allemaal duidelijk? Ik denk het van wel. Dan gaan we natuurlijk voor met de teksten die ik heb geschreven. Volgende infovideo is op zaterdag 30 december. Dus onthoud dat goed. Dat is toch wel iets waar je van zegt, dat moet je in de agenda schrijven. Dus op 30 december zijn we gewoon weer terug met een infovideo. Dan zullen we eens even kijken hoe dat gelopen met GTA 5 en Microsoft 5 keer in de week. En dan zien we kijken of dat mij dat gaat lukken met de tijdstip. Ik bedoel, ik moet nu dan ook 2 extra video's meer maken. Dus ik zou wel in een knoop komen. Maar goed, dat maakt niet zo uit. In de kerstvakantie, ja. Binnenkort komt gewoon de kerstvakantie eraan. En dan hebben wij besloten dat wij gewoon doorgaan met opnemen. De opnames gaan gewoon door. Ja? Eerste en tweede kerst worden er gewoon opnames gedaan. Want het valt in de kerstvakantie. En dan denk ik, weet je wat? Het is toch een mooi kerst. Ja, dat is heel mooi. Kerst. Je zit er dus veel fijn. Je bent dan met je familie. Tijdens de kerst. En daarom vind ik, dat mag ook wel opgenomen. Dan kun je met je vrienden, met je familie heerlijk een video kijken tijdens kerst van mij. Dus dat vind ik toch wel iets van een punt. Kerst is het. Is de mooiste dagen van het jaar. Dat vind ik, hè. Ja, natuurlijk. Van de zomer 2018. Het klinkt, het is Fermaat Wereldkampioenschap voetbal. 2018. Is dat bekend? Zo ziet Spanje-Portugal in dezelfde pool. In groep B. Spanje in groep B. Maar ja, dat is toevallig. Ja, het is dit jaar in Rusland. Het Wereldkampioenschap 2018 van de zomer. Rusland, die is geplaatst. Dat weten we allemaal. Ja, dus daarom gaan we het Wereldkampioenschap 2000. Let op. Het EK en WK, dat is toch wel weer officieel. Het WK betekent ook meer visies van het, Wereldkampioenschap. Maar daar hoeven we ons nog niet even zorgen voor te maken. Dat duurt nog heel erg lang. Ja, dat was het, ja. Het was dus voor het WK 2018. Dat wordt gedaan op FIFA 18 of FIFA 19. Ja, sommige mensen hebben gehoord dat ze FIFA 19 niet gaan maken. Maar ja, je weet maar nooit. Hè. Elk jaar wordt FIFA gemaakt. Dus ik denk dat ze gewoon FIFA 19 gaan maken. Maar dat is nog heel veel FIFA 19. Die is nog FIFA 18 is pas een paar maandjes uit. Hè. Maar ja, als, ik weet nog niet als ik FIFA 19 ga kopen. Dat weet ik nog niet helemaal, maar goed. Ja. Voor nu hopelijk dat jullie er heel veel zin in hebben. Ik heb er in ieder geval heel veel zin. Want dit wordt mijn mooiste game. Mooiste maand die er gaat worden. Laatste maand van dit jaar. Ja, ik weet nog niet als we met 31 december iets speciaals gaan doen. Goed, daarom willen jullie dat er iets speciaals komt tijdens kerst. Een extra aflevering of zo, weet ik veel. Dat hebben we wel gedaan. Of tijdens... Of 31 december, laatste dag van dit jaar. Ja, dat kan. Willen jullie dat ja of nee? Schrijf het in de reactie, schrijf het op. Ja. Voor nu wil ik ook eigenlijk jullie één ding vragen. Sommige mensen weten het nog niet. Wij, nou ik moet twee dingen. Zoals jullie weten, heb ik namelijk een Instagram account van mijn YouTube kanaal. Als jij mij nog niet volgt, doe dat dan. Ik schrijf hier gewoon op hoe ik heet. Ik heb gewoon Insta.
/ online. Wat doe ik nu? Ik doe iets fout. Insta / online games. Het is openbaar, je hoeft me geen, je hoeft me niet volgen, verzoek te accepteren. Dat hoeft niet. Insta / online game. Ik heb gewoon ook Facebook, maar dan moet je gewoon een Facebookgroep online games, dan kom je er vanzelf uit, ja? Goed. Insta / online games. Ik heb ook een YouTube kanaal. Nou, ja, dat weet iedereen natuurlijk, hè. Als jij nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, doe dat dan. We gaan ervoor zorgen dat we in dit jaar 2017 nog die 30 abonnees kunnen pakken. We staan op 29, dus we gaan op weg die 30 abonnees. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan natuurlijk even heel snel. We gaan op weg naar de 30 abonnees. Die moeten we natuurlijk pakken. We moeten die kans pakken. En ja. Voor nu Insta / online kind. Volg mij daar alsjeblieft op Insta. Want ik geloof niet echt. Ik heb een aantal foto's. Ik heb er 8 foto's in de komende 2-3 weken erop gezet. Dus dat is heel erg cool. Vandaag ga ik natuurlijk weer een foto erop zetten. En jullie weten al denk ik wel hoe. Jullie weten natuurlijk wel wat voor foto. Dat denk ik wel hoor. Ja. Voor de rest heb ik eigenlijk niet echt veel te melden. Maar weet je wat is? Als ik deze opname heb gestopt, dan heb ik in één keer veel... Ah, dat had ik toch maar moeten zeggen. Oh man. Maar goed. Ik weet het gewoon nu niet meer. Is het voor jullie duidelijk? Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en op vrijdag. 16, 15, 16. Jullie zien het. Hoe... Jullie zien ook over een kruisje dat betekent gewoon dat er niks komt. Er komt gewoon niks. Dus dan... Had ik eigenlijk nu nog, als dat daar was, nog 10 afleveringen. Maar ik heb nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 video's komen dan weer online. Dus. Dat is voor jullie denk ik wel duidelijk, hè? Ja. Ik heb er eigenlijk niet meer veel. De rest te vertellen. Ja. Goed kijkers. Ik ga denk maar hier zo beletten. Ik hoop dat jullie veel geïnformeerd. We zijn alweer 13 minuten bijna bezig. Ik had veel moeten vertellen. Maar ja. Kijkers. Ik hoop dat jullie dit een toffe info vieten. En we hopen natuurlijk dat jullie er aanstaande maandag goed weer terug ziet. Om 16:30 met Grand Theft Auto 5. Met de eerste aflevering. Ik hoop dat jullie dat natuurlijk bij zijn kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot de volgende video. En ik hoop dat jullie de komende paar weken flink kunnen zien met de games van mij. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En veel plezier nog met dit kanaal, hè, jongens. Voor de games te bekijken. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot de volgende keer dan maar bij een info video, jongens. Mazzel!